Mathieu van der Poel heeft zondag ook de derde kos om de wereldbeker gewonnen. De Nederlandse veldredder was in de duinenkos van Kokseide opnieuw een klas apart en reed vrijwel van start tot finish op kop. Zijn landgenoot Luis van der Haar werd op 39 seconden tweede. De Belgische wereldkampioen Wout van Aert werd derde op 50 seconden. Van der Poel was extra gemotiveerd. Omdat hij zaterdag een dit seizoen zeldzame nederlaag had geleden. Een val onderweg had hem in de superprestige kos van Boom achterop doen belanden. Van Aert profiteerde en won. Van der Poel gaat in de stand om de wereldbeker Jant aan de leiding met 240 punten. De Belg Laurens Week staat met 160 punten tweede. Van der Haar heeft 1 punt minder en is daarmee de nummer 3. Kapteins. Beide vrouwen won Mout Kapteins op indrukwekkende wijze de derde wedstrijd om de wereldbeker. De Brabantse liet in het Belgische zeide al in de eerste ronde haar concurrentes achter en brede gedurende de race haar voorsprong alleen maar uit. Op ruim 50 seconden eindigde haar landgenote Seppie de Boer terug na een oorontsteking. Als tweede, de Belgische wereldkampioen is de Kant werd op een kleine anderhalve minuut derde. Kapteins deed goede zaken in de stand om de wereldbeker, waarin zelfs als zevende aan de cross van Kokzijde begon. Kant behield de leiding. De Boer, vorig jaar winnares van de wereldbeker, klom naar de tweede plaats. Kapteins, 23 jaar en sinds dit seizoen uitkomend voor het Belgische kreeland Charles van Wereldkampioen Wout van Aert, staat nu vierde.